In deze video ga ik je een hele simpele, maar hele effectieve pricing hack laten zien waarmee je het consumentengedrag op je webshop kunt beïnvloeden en meer sales kunt maken met jouw dropshipping business. Dus geniet van de intro en dan zie ik je straks terug in mijn computer. Yes, welkom en super leuk dat je kijkt naar alweer een nieuwe video. En in deze video ga ik een pricing hack aan je laten zien waarmee je het consumentengedrag kunt beïnvloeden en met de prijs van je producten meer geld kunt verdienen op je dropshipping webshop. Maar voordat we daarmee gaan beginnen heb ik nog een kleine verrassing voor je. Ik ben de afgelopen week ben ik jarig geweest, ik ben 23 geworden, dus gooi even 20 felicitaties in de comments. En ik dacht, wie jarig is, trakteert. Ik heb er heel lang over nagedacht wat ik jullie zou teruggeven. Ik wou op mijn verjaardag iets terugdoen voor de community. Dus ik zat te denken aan een winactie of gratis coaching of korting op de Dropship Academy. Maar ik dacht bij mezelf van ik wil iets terugdoen waar iedereen van jullie wat aan heeft. En daarom heb ik besloten om een gratis 5-daagse dropship cursus te maken voor jullie. Namelijk de Dropship Bootcamp waar we in 5 dagen samen de basis gaan leggen voor jouw succesvolle dropshipping business. Dus je kunt gratis toegang krijgen tot de cursus op www.dropshipbootcamp.nl/starten. En ik zal ook even een linkje plaatsen naar de bootcamp in de beschrijving. Dus zorg ervoor dat je dat even checkt. Voor nu ga ik een pricing hack met je delen. Waarmee je door simpelweg de prijs van je producten aan te passen, het consumentengedrag kunt beïnvloeden en ervoor kunt zorgen dat meer mensen die op je webshop komen een product bij je gaat bestellen. En hoe je dus meer geld kunt verdienen met je huidige webshop. Wat we in deze video precies gaan behandelen is hoe je meer geld kunt verdienen door deze pricing hack, hoe je het consumentengedrag kunt beïnvloeden door de prijs van je producten en de meest gemaakte fout bij de pricing van producten die ik vaak omheen zie gebeuren en die veel van jullie ongetwijfeld ook zullen gaan maken. En ik ga wat extra tips geven hoe je ervoor kunt zorgen dat je de beste prijs kunt hanteren voor de producten die je op je webshop hebt staan. En hoe je daarmee door simpelweg de prijs aan te passen meer geld kunt verdienen met je huidige webshop. En waar ik het met je over wil hebben is het decoy effect. Het decoy effect is een hele bekende marketingstrategie die ook wel het afleidingseffect wordt genoemd. En wat je met het decoy effect eigenlijk wil doen is je wil de productvoorkeur van consumenten beïnvloeden door de simpelweg een minder aantrekkelijke variant naast te zetten. En ik ga je straks een voorbeeld geven van hoe dit in de praktijk gebruikt wordt door andere bedrijven en hoe jij dit kunt inzetten op je eigen webshop. Waar je rekening mee moet houden, het is ontzettend vaak getest, er zijn heel veel experimenten over gedaan. Mensen kiezen over het algemeen het middelste product. Dus als je kunt kiezen tussen een small, een medium en een large, wordt heel vaak de medium gekozen. En als we bijvoorbeeld kijken naar een voorbeeld van de Starbucks, en we zien hier de 2 kopjes koffie, 1 van 2,50 en 1 van 3,50, lijkt dat product van 3,50 heel onaantrekkelijk. Maar door dus simpelweg een duurdere variant bij te zetten van 5 euro, verhoog je de kans dat meer mensen voor het product van 3,50 gaan kiezen. En puur doordat je deze variant erbij zet, die minder aantrekkelijk lijkt en die je misschien ook wel helemaal niet gaat verkopen, zal je average order value in dit geval een stuk meer omhoog gaan, omdat veel meer mensen zullen kiezen voor het product van 3,50 ten opzichte van het product van 2,50. Maar je zult je misschien afvragen, hoe doe ik dat nou op mijn webshop? Wat de meeste mensen doen en wat ik heel vaak zie gebeuren, en ik zie heel veel dropshipping stores voorbij komen. En vaak als ik naar de dropship store ga, is het één grote prijzencircus. Het lijkt net een Big Bazaar, alles is in de sale en alles is toevallig op dat moment met 50% afgeprijsd. Niet alleen komt dit ongeloofwaardig over of kan dit ongeloofwaardig overkomen, ook verlaag je de perceived value, dus de waarde die het product, heeft in de ogen van de klant. Die verlaag je door alle producten bij jou in de sale te zetten. Wat je er eigenlijk bij wil doen, als we kijken naar deze 3 backpacks, zijn allebei 75 euro. Maar vaak adverteer je er maar één en vaak is er maar één van die goed gaat verkopen. Dus stel dat dat in dit geval backpack B is. Backpack B adverteren we, is een winnend product, gaat lekker. En backpack B is waar we ons op willen focussen. Nou, we kunnen heel makkelijk de perceived value, dus nogmaals, dit is de waarde van het product in de ogen van de klant, kunnen we ontzettend verhogen door simpelweg de prijs van backpack A en backpack C die ernaast staan te veranderen. Dus hoe je backpack B aantrekkelijker maakt is eigenlijk heel simpel. Je zet de 2 varianten naast die ongeveer hetzelfde product zijn. En backpack A verhoog je naar 150 euro. Backpack C verhoog je ook naar 150 euro. Zodat mensen zien van hey, er staan 3 backpacks op een rij.
En twee daarvan zijn echt €150 en die andere is nu met 50% korting. Dat komt veel geloofwaardiger over. En doordat ze zien van, hey, twee andere varianten ervan zijn twee keer zo duur, hebben ze ook echt het idee dat ze te maken hebben met een onweerstaanbaar aanbod. En dat ze te maken hebben met een echte deal die binnenkort gaat verlopen. En dan is de kans veel groter dat mensen ook daadwerkelijk Backpack B gaan kopen. En iedereen die toevallig wel voor Backpack A of Backpack C kiest, die levert in dat geval gewoon €75 extra winstmarge op. Daarnaast heb ik nog wat korte pricing tips. Ook daarbij worden heel veel fouten gemaakt. En rond je before price altijd af op hele getallen. Wat ik heel vaak zie is dat de before price in plaats van €20 bijvoorbeeld, dat €19,95 is. Wat je eigenlijk wil doen met de before price is, je wil dat als ankerpunt instellen, zodat mensen zien dat de oude prijs een stuk hoger is dan de prijs nu. En wat je eigenlijk doet als je ronde getallen afrondt naar bijvoorbeeld €19,95 of €59,95 of €49,95, dan zeg je eigenlijk tegen iemand van, hey, dit lijkt goedkoper dan dat ronde getal. En wat je eigenlijk met de before price wil doen, is je wil dat ankerpunt hoger neerzetten. Dus zorg er ook voor dat je dat niet afrondt naar beneden, maar gewoon als rond getal neerzet. En dan lijkt het verschil tussen de aanbieding lijkt gewoon een stuk groter. Daarnaast probeer altijd te focussen op een select aantal producten. Zoals ik in andere video's al 100 keer heb gezegd, de 80-20 regel komt naar voren als je te maken hebt met dropshipping. En dat betekent dat 20% van alle producten op je webshop zorgt voor ongeveer 80% van de omzet. Dus je zult er gaan merken als je straks gaat adverteren op Facebook, dat er maar een klein aantal producten zijn die goed gaan verkopen. Dat er maar een klein aantal producten zijn die schaalbaar zijn. En dat een groot deel van de producten op je webshop niet aantrekkelijk zijn, niet verkocht gaan worden. En probeer die producten ook in te stellen of te gebruiken als het decoy effect en door die wat hoger op je webshop te zetten, waardoor het lijkt alsof je echt kwalitatieve en hele goede en dure producten verkoopt. En de producten die je adverteert, die je bestsellers zijn, kun je dan met 50% korting in de sale zetten, waardoor mensen, als ze op je productpagina en je website terechtkomen, ook echt denken van, wow, ik heb te maken met een hele vette deal. Dit waren de pricing tips die ik met je wil delen in deze video. Als je er wat aan hebt gehad, laat dan even een blauw duimpje achter. Als je meer video's wil zien, zorg dan dat je subscribed en klik ook even op de notificatiebel. Zodat je een nieuwe melding ontvangt als er weer een nieuwe video online is. En laat me in de comments even weten wat je van deze video vond. Wat je in de volgende video wil zien. En dan zeg ik peace, bedankt voor het kijken en tot in de volgende.